Wel, de zaak is 50 jaar geleden ontstaan. Mijn ouders hebben de zaak opgericht. En ze werken nog steeds actief mee in de zaak. Ik ben hier na school op mijn 13, 14 jaar al beginnen plooien en aanvullen. En dat is heel belangrijk. Ik ben daar echt in mee opgegroeid en ik zag dat ook direct zitten. Ik wist direct van, dit is voor mij. Ja. We hebben een heel persoonlijke aanpak. De klanten zijn hier koning. Ze hebben hier allemaal een naam. Ze zijn hier geen nummer. Wij houden van persoonlijk advies, van persoonlijke aanpak. Wij brengen mode aan een zeer betaalbare prijs. We hebben elke dag nieuwe leveringen. Wij werken met vaste waarden. Wij hebben ook vast personeel. Hier zie je elke keer een vertrouwd gezicht. Je hebt hier een echt thuisgevoel. We hebben merken die eigenlijk een chique outfit kunnen leveren aan een heel, heel goedkope prijs. En de outfit blijft altijd onder de 100 euro voor een hele outfit, wat dan toch een hele mooie prijs is. We hebben zowel mannenkleding als vrouwenkleding en wij houden van een casual chic. Dus het is niet gala, het is dagelijks draagbaar. Je kan ermee naar een feestje gaan, je kan ermee naar een barbecue. Maar het is ook gewoon dagelijks draagbaar. We hebben echt klanten van heinde en verre. We hebben vroeger een zaak zelfs gehad in Hasselt. En er zijn nog steeds mensen die van ginder naar hier komen omdat ze daar eigenlijk zo goed geholpen waren. Dus die blijven eigenlijk van overal komen. Ook de steden in de buurt zijn stilaan aan het verpauperen, heb ik de indruk. We lopen leeg. We hebben heel weinig leegstand in IJsselhunbergh. Dus het is een aangenaam centrum. Daarom ook van Lier, Mechelen, Geel, Nijlen, Aarschot bijvoorbeeld. Heel veel klanten van Aarschot. Die komen allemaal naar ons. Ja, IJsselhunbergh is eigenlijk een uniek centrum. Ik heb de indruk, wij hebben de gezelligheid van een dorp. Gecombineerd met eigenlijk het aanbod van een stad. Het blijft hier gezellig, kleinschalig. Er is, als ik zo kijk naar andere steden, dat is eigenlijk een copy-paste. Elke stad wordt een copy-paste van de andere. Dat heb je hier in IJsselhunbergh niet. Wij werken met zelfstandigen die nog zelf in hun zaak staan, die hun eigenheid in de zaak steken, waardoor dat alles echt heel uniek wordt. IJsselhunbergh is nog steeds een heel goed bereikbaar centrum. De auto is hier nog steeds welkom. We hebben zelfs deze week 10 nieuwe parkeerplaatsen in de straat, vlak voor de deur kunnen creëren. Helemaal top.